Deze video bij het geeft je een tip hoe je afkortingen kunt maken voor tekstfragmenten. Ik zal even laten zien wat ik bedoel. Ik ga hier naar systeemvoorkeuren. En dan vervolgens klik ik op toetsenbord. En dan op dat tabblad tekst. En dan zie ik hier een aantal tekstfragmenten staan. En als ik die invul, dan worden die vervangen door wat hier aan de rechterkant staat. Ik zal even een voorbeeld geven. Stel ik maak een nieuwe aan met dat plusje. En ik pak het tekstfragment tz. En ik wil dat bijvoorbeeld vervangen door tot zo. Hoef ik dat alleen maar daarin te tikken. Ik druk op enter. En dan staat hij hier in de lijst. En als ik dan een teksteditor erbij pak. En ik tik de toetsencombinatie in, TZ. Dan zie je dat hij hem vanzelf al wil vervangen voor tot zo. Als ik dan op de spatiebalk druk, dan heeft hij die, die twee letters heeft die vervangen door de twee woorden die ik wilde typen. Dit kan vooral heel handig zijn als je bijvoorbeeld heel veel van dezelfde soort mailtjes verstuurt. Of heel veel van dezelfde soort documenten aanmaakt. Ik heb een aantal voorbeelden heb ik hier aangemaakt. En ik zal even laten zien wat je daar bijvoorbeeld mee kan doen. Ik ga even naar mail en ik open een nieuw mailtje. En stel ik werk op een afdeling waar ik heel veel adreswijzigingen te uh, verwerken krijg. En ik wil bijvoorbeeld in de, het onderwerp wil ik dan zeggen van, nou, dit betreft uw adreswijziging, maar ik wil niet het hele woord adreswijziging de hele tijd hoeven tikken. Dan zeg ik bijvoorbeeld uh, OW van onderwerp en dan AW, adreswijziging. Je kan dat zelf zo logisch maken als je wil. Nou, je ziet, dan gaat het vanzelf vervangen. Ik hoef dus alleen nog maar op de spatiebak te drukken. En de naam te typen, bijvoorbeeld van de persoon die de adreswijziging wil doen. Ik druk op de tabtoets om naar het e-mailbericht te gaan. En ik wil dus natuurlijk een nette aanhef doen. Dus dan gebruik ik het sneltoets AH voor aanhef. Ik druk op de spatiebalk en ik zeg: Heer Jansen. Dan wil ik het standaard mailtje zeggen. Ik heb zijn adreswijziging netjes binnengekregen en dat is allemaal verwerkt. Dus dan gebruik ik de sneltoets AW voor adreswijziging. Nou, je kan er dus, zoals je ziet dus een hele lange tekst in zetten. Ik druk op spatie en hij zet die tekst erin. Dan hoef ik dus alleen maar het mailtje af te sluiten. Dus dan doe ik bijvoorbeeld de sneltoets MVG voor met vriendelijke goed. Spatie. Ik druk op enter en ik zet mijn naam erin, bijvoorbeeld NS. En het mailtje is eigenlijk al klaar. Ik kan hem nu gewoon versturen. En ik heb binnen een paar seconden heb ik een mailtje aangemaakt waar ik normaal misschien 30 seconden over zou doen om hem te typen. Dit is dus vooral heel handig als je veel van dezelfde soort mailtjes verstuurt met standaard tekstjes erin. Op deze manier ben je veel sneller en veel productiever. Vond je deze video bij het handig? Deel hem dan met al je vrienden. Like ons op Facebook en volg ons via Twitter.